Dit is de razendsnelle vragenronde. Wat is de vraag? Jij de vraag. Plassen op een openbaar toilet of in de bosjes? Bosjes. All day, every day. Ik vind dat zelfs eigenlijk nog fijner dan op een normale wc. Scheren of waksen? Waksen is gewoon beter dan scheren. Ja, het doet even pijn, maar dan is het wel echt even weg. Dan kan je het ook weer terug laten groeien. Dat mag er dan ook zijn of zo. Terwijl scheren voelt echt als een soort van never ending kwelling. En eigenlijk zodra je hebt geschoren zijn de stoppels alweer terug. Polygaam of polygaam? Oeh, die is wel moeilijk. Ik vind polygaam in theorie heel mooi, maar in de praktijk lijkt het me gewoon heel ingewikkeld. Maar polygaam dan. Maar ik ben monogaam, dus het voelt ook heel nep. We zijn er nog niet over uit, deze. Jager of prooi? Jager. Ik vind het best wel leuk om te jagen, ja. Dat hele spel, dat vind ik dus wel jammer aan in een relatie zitten, dat de jacht is al gebeurd. Maar dat jagen, ja, dat is wel echt leuk. Kroeg of club? Club. Beter. Ik hou van dansen. Eigenlijk ga ik altijd uit om te dansen. Dus in een kroeg, ja, wat, je kan alleen maar drinken. Dus definitely club. Vechten of vluchten? Vluchten. 100%. Ik vind het heel jammer van mezelf, maar in zo'n fight or flight situation dacht ik altijd dat ik heel erg erop af zou gaan, maar als het dan gebeurde, dan ja, of nou ja, freezen en dan vluchten. Spenden of sparen? Pff, ook echt moeilijk. Sparen is verstandig, maar spenden. Stinkadem of zweetlucht? Zweetlucht. Ik vind de stinkadem echt de allergrootste turn-off die er is. En je kan er natuurlijk ook soms niks aan doen, maar zweten, ja, zweten kan best nog lekker ruiken. Amsterdam of Rotterdam? Ja, de tweestrijd, maar Rotterdam. Sorry Amsterdam, het zit in mijn hart. Maar Rotterdam is toch nog wel net iets kleurrijker. En het voelt alsof daar gewoon, dat je net iets meer kan ontspannen dan in Amsterdam. In Amsterdam ligt de lat hoog.